Het zou volgens Kees Stevens, de vriend van John de Bever, een goed idee zijn als RTL 4 een volkse variant van Die Voice of Holland gaat beginnen, Die Volkse Voice. Kees wil dat programma dan gaan presenteren en hij stelt voor dat John dan in een van de draaiende stoelen gaat zitten. Een slecht idee, oordeelt John's bestie Johan Derksen. Wilfred Gené brengt het ter sprake aan tafel bij Vandaagensite. Ik las dat de bevers nu een Nederlandse versie van T-voice willen, hè? Dan blijkt dat Johan het er al met Kees over heeft gehad. De bevers bedenken ongeveer elke dag een nieuw format voor zichzelf. Het idee vind ik heel goed, een soort voice voor volkszangers. Kijk, die Kees heeft ambities om te gaan presenteren, die kan dat nog wel presenteren, maar John zal dan in de jury willen zitten. Johan heeft John, met wie hij al jaren innig bevriend is, geadviseerd om dit plan niet door te zetten. Ik heb gezegd, dat moet je niet doen, want dan krijg je, de slager keurt zijn eigen vlees. We hebben op SBS 6 toch al eens zo'n volkse talentenjacht gezien? Dat heette bloed, zweet en tranen. Ja, maar zij zitten bij RTL, hè? Al dus Johan. Dat bloed, zweet en tranen was ook wel een beetje Amsterdamsachtig, achtig hè? Van dat soort zangers. De RTL-variant zou dan wat minder Amsterdams kunnen worden, al dus Johan. In de provincie heb je allemaal van dat soort volkszangertjes die in die cafés staan te zingen, en er staan erbij die best leuk zijn. Ik denk dat daar een heel groot publiek voor is. Op zich vind ik het geen slecht idee. Naast die voice.